Ik ben letterlijk een schoonmaakmachine. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom een nieuw video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Power Wash Simulator. In deze game moeten we allerlei soorten vieze objecten schoon gaan maken, zoals al deze auto's en prullenbakken en zo, met een power washer. Als je niet weet wat een power washer is, dan ga je dat zo meteen zien. Maar eerst smash even op die like als je houdt van schoonmaken. Oké, ik denk niet dat heel veel mensen houden van schoonmaken. Hier hebben we bijvoorbeeld een hele vieze auto. Wielen en velgen zijn nog best wel mooi. Of wielen en velgen, gewoon de wielen bedoel ik. Als we dus hier nu onze gun pakken en we gaan sprayen. Oh, ik had hem helemaal niet vast. Hallo, waar is die? Ja, hier. Go! Oh, dat is zo satisfying. Dat is zo satisfying. Check dit. Oh, oké, dit is een hele leuke game. We moeten hier dus echt gaan zwemmen op het strand. Lekker zout water in onze tank doen. We moeten het echt hier vullen op het strand. Dat is wel heel erg grappig. Oké, ik heb dus weer heel mijn tank gevuld. En dan kunnen we nu weer terug. En dan kunnen we nu de hele auto gaan wassen. Hé, je bent me aan het helpen. Wat leuk. Zo, we moeten eventjes de frames van de ramen wassen. De ramen zelf. Dit hier. Zo. Oh, als je hetzelfde blijft sprayen, gaat er geen water vanaf. Alleen als je vieze dingen doet. Zo, hier de bumper nog een beetje. Nummerplaat is helemaal schoon. Krijg je ook geld als je hem helemaal complete? Of niet? Dan kunnen mensen wel gewoon je dingen nakken. Als je gewoon wacht totdat iemand hem bijna helemaal schoon heeft. En dan hoppa, de laatste pixel. En dan heb jij hem gecomplete. Oké, dat doen we zo. Dan refillen we de tank weer. Kijk, daar vult hij. En ik vind het ook echt leuk dat je zo echt kan richten met het wapen. Oh, auw, auw. Oh, je legt hem helemaal achter in je nek. Oké, dat is eigenlijk niet heel erg. Maar hij houdt zijn arm helemaal gestrekt. Oh, dat is pijnlijk. Je kan elkaar helemaal niet helpen. Je ziet beide gewoon andere stukken. Oh, dat is heel nice. Ik dacht, dan wordt het een strijd om wie welk object heeft. Ik weet niet of het altijd zo was of dat dit met een update kwam. Want dat is wel heel mooi. Alleen, ze doet wel heel erg lang over de voorkant. Weet je wel waar ze kan refillen, of niet? Nog eventjes hier het raam en de frame en de zijkant. Dit is wel een hele hoge auto. Dit zijn echt van die speelgoedautootjes. Oké, zo is het frame klaar. Nu hoeven we alleen nog maar de bumper en de fender. En dan zijn we klaar. Dan zijn we al klaar met onze eerste Power Wash project. Ik heb niet eens gedacht aan te upgraden. Zo satisfying vind ik het. Maar kunnen we op een gegeven moment dan betere spread? Dus dat het wijder gaat? Oké, dan doen we hier nog een beetje de motorkap. Hier de bumper. Oh, de bumper is weer aan het shinen, mensen. Zie dit. Hoppa, de koplampen. Zo, nog eventjes de grill. En dan zijn we toch klaar. Oh, nee, never mind. Nog de gehele zijkant. Oké, het duurt best wel lang. Hoor de ramen. Oh, dat is zo nice. Buy a quicker fill. Is het 100 Robux zodat je één keer je tank kan vullen? Wat is dat nou weer voor scam? Oké, er zijn nog niet heel veel guns. Maar ik zie wel een hele hoop leuke guns. Ik zie echt een soort super soaker en dat soort dingen. Laten we dan weer eventjes naar het water toe gaan om weer eventjes te refillen. Nu kunnen we hem, als dat goed is, of tenminste dat hoop ik, dan kunnen we nu als het goed is hem wel afmaken. Dus dan gaan we zo hier de zijkant, de ramen. Oh, de ramen klinken zo sappig. Oké, hier. 3, 2, 1, go! Hij is toch af? Oh nee, dit. Oh nee, we hebben nog een paar kleine pixels. Hier en daar. Nee. Ja. Oh, daar nog een paar pixels. Hier nog een beetje. Maar deze is hier nu toch wel klaar, joh. Dit is toch helemaal klaar? Clean the preview. Oh, je moet alles cleanen. Oh, dat is op zich best wel tof. Dat je alles moet cleanen in de area. En daarna ga je naar de volgende. Want dan weet ik niet of ik nog een gun wil kopen. Weet je wat? We doen het wel gewoon. Ik denk dat het veel beter is om een betere tank te halen. Maar we gaan een betere gun. We doen de Spray Medic 1.0. Dit lijkt op een onderzeeër of zo. Het ziet er heel tof uit. Laten we nu maar eventjes de police car gaan schoonmaken. Laten we even beginnen met de sirene. Zo met de zwaailichten bedoel ik. Hier de zijkant. Nee, sta er nou niet voor, verdorie. Deze maken we nog even schoon en dan hebben we hier nog de zijkant. En dan is de zwaailicht wel klaar. Ik ga eventjes een nieuwe tank kopen met Robux. 150 Robux voor een basic tank? Wat is dit nou weer? Oh, en de tank refilled niet. Hier zit ook letterlijk een zo'n fire hydrant. Nou gaan we dus vullen met zout water. Oh, kijk, 3000 dirt clean. Zo'n mensen hebben zoveel. Het is wel tof dat je dat bij anderen kan zien. Passes, store. Oh, dat is gewoon een normale store. Ultra Circle Nozzle. Oh, die wil ik eigenlijk wel. Weet je hoe satisfying dat is? Maar dat is wel 300 Robux. Misschien doen we dat wel een beetje op het midden van de video. Dan ga ik een Circle Nozzle kopen. Want dan gaat hij in plaats van in een lijn sprayen in een grote cirkel. Dat is wel satisfying.
Oh, ik kan het niet omschrijven hoe satisfying dit is. Jullie moeten dit ook echt spelen. Het is gewoon gratis op Roblox. Sommige plekken zitten gewoon meer fel, waardoor je daar nog een paar keer overheen moet sprayen. Want dan kunnen we het niet ultra satisfying gewoon allemaal in één keer wegsprayen. Want kijk, zoals je hier ziet, als ik zo doe... Oké, dat gaat wel in één keer, maar als ik hier zo... Kijk, sommige blijven nog een beetje. Dat is wel een beetje stom. Oh, deze heeft ook zo'n emblem. Oh, die is weer lekker schoon. Sommige van deze dingen duren wel langer. Maar dat komt volgens mij omdat het allemaal overlappende objecten zijn. Ja, kijk, dat zie je. Deze overlapt. Heel raar. Zo, dan zijn we bijna klaar met de motorkap. Ja, we zijn klaar met de motorkap. En bijna heel de voorkant. Alleen nog deze fender. We noemen het gewoon de voorlinker bumper. Staat er nog quick filet? Ik denk dat dit een one time is. Dit is een one time volgens mij. Als je de meest basic tank koopt, waar niet veel verschil is met de normale, dan betaal je anderhalve euro. Dat is zoveel. Dit stuk. En dan zijn we al bijna klaar met de zijkant. Waarom kan ik dit niet schoonmaken? Oh, dat was al schoon, joh. Zo te zien is dit 100 Robux voordat je hem constant kan gebruiken. Maar dan moet je hem elke area opnieuw kopen, neem ik aan. Of tenminste, dat kan. Volgens mij is dit alles aan de zijkant. Dan gaan we nu eventjes de bovenkant doen. Oké, de bovenkant is wel een beetje naar om te doen. Hier, deze pixel. Hallo? Yes. En dan kunnen we hier nu de windshield gaan doen. Och. Of ik bedoel gewoon een achterraam. I'm sorry. Maar trouwens, voordat we weer doorgaan met deze politieauto schoonmaken... wil ik jullie even iets vertellen over mijn Roblox Clonny Games hoodies. Want die staan al echt een jaar niet meer in de beschrijving. Ik was eigenlijk een beetje vergeten dat ze bestonden. Ook al had ik ze wel aan. Maar je kan dus zo'n mooie rode hoodie halen. Of een blauwe hoodie. Ga ze checken. Ze zijn maar 5 Robux. Je hoeft het niet te kopen, maar het mag wel. We zijn nu klaar met het achterraam. Oh, it's shining. Ik vind het wel leuk dat alleen deze een shine hebben en deze niet. Nou, dat vind ik eigenlijk jammer. Dat vind ik jammer. Oké, zo, dan doen we eventjes de achterkant, de kofferbak. En it's done. Dit is volledig clean volgens mij. Weet je wat we heel stom lijkt? Wanneer je elke vehicle hebt, maar je unlockt nog niet de volgende area. En dan zit je zo van, oké, waar zit de laatste pixel die ik moet schoonmaken? Oké, zullen we eventjes deze twee prullenbakken doen? Die zouden als het goed is niet heel erg lang moeten duren. Want deze kunnen we toch gewoon schoonmaken, neem ik aan. Als dat niet kan, dan is dat een beetje raar. Want deze zijn ook heel vies. Yes, oh, dit is wel satisfying. Ja, kijk dit. Ik weet niet waarom ik hier zo hyped over doe, maar kijk dit. Je kan ze allemaal zo. Dat is heel satisfying. Wauw. Oh, dit is Jolkops. Yo, man. Even de bovenkant van de prullenbak. En dan zijn we hier ook klaar mee. It is shining. Oh nee, hij is nu pas klaar. Oh nee, hij is nu pas klaar. Dat was hem dan voor de prullenbak. Dan gaan we nu de andere prullenbak. Volgens mij hebben we dit allemaal gedaan met één tank. Dus dat is mooi. Dan doen we zo. Allemaal heel satisfying. Spray. Spray. Nee, oh, nu spray ik hem op jou. Ik sprayde hem op hem. Oh ja, we moeten natuurlijk ook wel nieuwe items kopen. Dat is ik helemaal vergeten. De progression duurt wel heel erg lang in deze game, moet ik zeggen. Wat doen de guns? Oh, die zijn 4K. Oké, we gaan een nozzle kopen. De ultra nozzle. Is dit gewoon die circular? Ja. Ik ga de ultra circular nozzle kopen voor 300 Robux. Dit is geen circular nozzle. Dat is onzin. Oh, jawel. Dit gaat nu zo snel. Oké, ik heb hier wel een beetje spijt van, want dit gaat wel erg snel. Ik ben letterlijk een schoonmaakmachine. Ik doe dit zo snel. Als we een beetje efficiënt werken, kunnen we dit in één tank doen. Oh, maar hij werkt niet. Oh, hij werkt hier niet. Ik denk dat ik deze straks wel even ga unequippen en gewoon een andere nozzle ga kopen. Die gewoon wel geüpgraded is, maar iets anders. Want anders gaat dit heel erg lang duren. Het is toch wel alles? Oh, nee, never mind. Zo. Ik zie niet meer echt hier pixels. Zo, en daarna kunnen we al naar de volgende area. Ik ben hartstikke benieuwd. Oké, dan moeten we nog even hier deze bovenkant. En dan is voor de rest alles wel klaar. Behalve het dak nog en de deuren daarachter. Laten we nu eventjes onze tank gaan refillen. En dan ben ik hartstikke benieuwd hoe de nieuwe area eruit ziet. Het lijkt op dat dit gewoon een tuin is. Oké, dit is inderdaad niet schoon. We hebben hier een hele hoop te doen. Laten we gewoon bij de voorkant beginnen. En gewoon hier eerst het stenen pad schoonmaken. Oh, dit terras. Och, dat is lelijk. Hoe krijg je iets ook zo vies? Wat er dan toch ook weer zo modern uitziet. Ik snap het niet. Oké, dan kunnen we nu de pressure pistol. En we kunnen sowieso ook wel gewoon een nozzle kopen. Of gewoon sparen. De pressure pistol ziet er trouwens best wel mooi uit. Check dit. Lijkt gewoon op een super soaker of zo. En hier die dubbele tank op mijn rug. Als het goed is kunnen we nu veel meer. Ja, kijk hoe slow het rechts gaat. Oké, dan doen we hier eventjes het pad. Zo, sorry dat ik eventjes een beetje in de weg sta. Zo, en dan hier de bovenkant.
En dan zijn we... Oh nee, we zijn nog niet klaar. Hoppa, en we hebben nu al 14 of 15% van de tuin al af. Oké, dan weet ik niet of we dit hek überhaupt wel gaan doen. Ik denk dat we aan de kast gaan beginnen. We gaan aan de kast beginnen. Heer, dit gaat op zich niet heel erg lang duren. Moet je nagaan dat we dit nog met zo'n beginner nozzle moeten doen. Dat duurt dan zo verschrikkelijk lang. Ik ben echt blij dat ik deze heb. Dan doen we nog even deze kant. En dan kunnen we met het dak gaan beginnen. En dan is het wel klaar. Ik denk dat het net niet met één hele tank kan. Tenzij we heel efficiënt werken. Hoppa, dan doen we nu hier deze zijkant. Nou, weet je wat? Zullen we eerst even deze bovenkant doen? Want dat is eigenlijk de enige reden waarom we hierboven moeten zijn. Ja, nu zijn we wel met alles klaar. We zijn, als het goed is, gewoon met de kas. Oh nee, we zijn al lang niet met de kas klaar. Laat maar. Oké, nu wel. Nu wel zo'n beetje. Ja, dit is toch wel klaar. Ja, behalve die. Oh ja, zo. Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Dus ik ga het hier afsluiten. Kijkers, smash even op die like. Als jullie deze video super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!